er één winkel is waar je heen moet gaan als foto-videoliefhebber, dan is het wel B&H hier in New York. Het is ook de enige plek ter wereld waar de winkel is. Het is een mega store met allemaal video- en fotoapparatuur en ook wel wat computerapparatuur, maar echt een echt mega store, echt super groot. Het is absoluut de moeite waard om mee te gaan kijken en daar gaan we nu naartoe. Het is om te weten dat dit een Joodse winkel is en dus op zaterdag altijd gesloten. Dus als je hierheen gaat, zaterdag is hij dicht. Deze winkel is echt een Valhalla voor iedereen die van foto video houdt. Ik koop ook wel andere dingen, zoals televisies, tablets en telefoons, maar ja, het grootste gedeelte is echt foto-video-apparatuur. Als je het hier niet kan vinden, dan hebben ze dingen nergens. Zelfs de kleine dingetjes zoals schroefjes, boutjes, alles is hier te vinden. Echt niet normaal hoe groot het hier is. Zo, ik ben geslaagd. Ik heb onder andere een nieuwe statief gekocht voor het vloggen, want ik had die best wel zwaar. En er zat een hele mooie lichtgewicht in de aanbieding, dus ja, die kon ik natuurlijk niet laten liggen. En, kijk eens, een nieuwe muts gekregen. Nou, helemaal top. Ja, leuk natuurlijk zo'n prijsbeeld van Lego, maar jullie willen natuurlijk de echte zien. De goedkoopste manier om het echte vrijheidsbeeld te zien is via de Staten Island Ferry. Dat kost je namelijk helemaal niks. Je vaart met de boot langs het vrijheidsbeeld en dan kun je natuurlijk onderweg een paar mooie foto's maken. Je kan ook natuurlijk een toeristische boot boeken, maar dat is gewoon een stuk duurder. Daar betaal je gauw een $30 voor om naar het beeld toe te varen. Dus ja, kost je helemaal niks. Ik zal deze bakken. I sat down by the ocean. Is that tears that I feel? Fill up with emotions. Could I taste them for real? Longing for you, longing for you. Oh, but I can't. Klein stukje varen en dan varen we langs het vrijheidsbeeld. What can I do? Nou mensen, daar is hij dan, het vrijheidsbeeld. Ik maak vandaag geen foto's, want ik heb al meerdere foto's gemaakt vanaf deze boot. Dus ik hoef niet nog meer foto's van het vrijheidsbeeld. Maar ik zal in ieder geval de foto's even toevoegen aan deze foto. Het is vandaag best wel bewolkt, dus om echt mooie foto's te gaan maken bij zonsondergang worden dingen niet echt. Maar het leek me wel leuk om onder de Brooklyn Bridge te gaan en dan daar met lange sluitertijd te kijken of ik daar een leuke foto kan maken. Dus daar zijn we nu naar onderweg. Om een goede foto te maken is je compositie natuurlijk heel belangrijk. Dus het eerste wat ik eigenlijk doe is ik kijk hoe ik de foto wil gaan maken. Dus in eerste instantie kies ik de compositie. Nu heb je aan de linkerkant van de Brooklyn Bridge een gebouw in het beeld. Dus die probeer ik er een beetje uit te houden. Hier voor me heb je dan drie pieren, die wil ik graag in beeld. Dus dat is eigenlijk hoe ik mijn compositie bepaal. Wat ik daarna doe is mijn camera recht zetten. Ik heb natuurlijk het waterpasje, dus zorg dat hij echt super strak recht staat. Dus dan is in principe de compositie helemaal bepaald. Dan de volgende stap is eigenlijk het stellen van mijn polarisatiefilter. Zorg dat ik geen weerspiegeling eigenlijk van het water krijg. Dus die stel ik daarna. Nadat je polarisatiefilter hebt gesteld, is het eigenlijk een kwestie van even goed scherpstellen. Dus in dit geval ga ik scherpstellen op de houten pieren hier voor me. Op F11, dan heb ik eigenlijk in principe alles scherp. Dan is het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van de filters kiezen. Dus ook werk ik weer met een 0,6 softgrad van Lee, omdat ik natuurlijk veel voorgrond heb.
En ik begin met een little stoppen om te kijken of ik daarmee mijn gewenste sluitertijd kan halen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet helemaal het gewenste resultaat wat ik eigenlijk voor ogen had. Dus ik ga even op zoek naar een ander plekje voor de zon ondergaat. Kijken of ik nog ergens anders een leuke shot kan maken. Ik heb even snel hier mijn camera neergezet. Dat is een ander leuk plekje. Dus even kijken of ik hier meer geluk heb. Ik werk weer met hetzelfde recept, dus de polarisatiefilter, de 0,6 ND softdraad en mijn little stopper. Ik werk met sluitertijd van ongeveer 30 seconden nu en ik moet zeggen, deze foto's zijn wel mooier dan die ik net gemaakt heb. Zo, het is hier wel een beetje gebeurd nu, het wordt nu langzamerhand donker. Dus ik ga even eten en dan zie ik u zo boven op de Brooklyn Bridge als het donker is. Kijken of ik daar nog wat mooie avondshots kan maken. Op de Brooklyn Bridge. De plek waar ik een foto wil maken is een hele populaire plek. Er staan echt heel veel mensen te fotograferen omdat je daar heel mooi de Manhattan skyline op de achtergrond hebt. Dus ik ga zo even proberen. Dus ik ga even met mijn camera er even tussen drukken en dan een paar foto's maken. Ik kan natuurlijk niet vloggen, maar ik vertel zo even of het gelukt is. Ik heb net een paar leuke shots genomen, dus ik zal ze jullie even laten zien. Hier zie je een aantal shots die ik genomen heb. Ja, ik moet natuurlijk even thuis op de computer gaan kijken wat er van overblijft. Maar zoals nu lijkt, zit er vast wel eentje bij die gelukt is, denk ik. Zo mensen, dit was het vanaf de Brooklyn Bridge. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Echt gaaf, dit is echt gaaf.